Kijk eens, al mijn onderdelen. Klaar voor het in elkaar zetten. Er ligt er heel veel, dus ik zal even uitleggen wat er intussen allemaal gemaakt is. Ik heb hier alle vakjes van mijn schaakbord. Die heb ik dus los uitgesneden. Want ik vind het wel vet als die eigenlijk op dat bord komen te liggen. Wat ik ook heb gedaan is een inlay gemaakt. Gegraveerd ook. En dan daarnaast nog een frame. Zodat je een super mooi ingelijst schaakbord krijgt. En wat ik ook wel vet vond om te doen is om een Biep logo in het midden te maken. En daar heb ik dus ook weer gebruik gemaakt dat ik een blokje ervan graveer en de andere helft niet. En het midden heb ik blanco gelaten. En misschien zie je het ook al, ik heb hier best al een aantal stukken staan. Die zijn gewoon één voor één uitgeprint met een 3D printer. Ze duren best lang, want ik wilde ze een beetje stevig hebben. Ik mis nog mijn lopers en mijn torens en die worden nog uitgeprint terwijl we dit aan het filmen zijn. In feite kan ik al aan de slag met mijn bord in elkaar zetten. Het is wel spannend om het te lijmen. We'll be right back.
Mijn schaakbord is klaar. Ik heb hem helemaal in elkaar gelijmd en die ligt nu eventjes te drogen. Maar ja, nu heb ik natuurlijk een vet mooi schaakbord. Dan wil ik eigenlijk ook een mooie doos om mijn schaakstukken in op te bergen. Dus die ga ik even uitsnijden. Tada! En nou nog in elkaar zetten. Tada! Zo makkelijk ging dat. Ik heb een doos gemaakt voor de schaakstukken. Die zit in elkaar gelijmd en er zitten nu nog even wat elastiekjes om terwijl de lijm droogt. En dan kunnen als het goed is, kijk, hij heeft twee onderdelen, kan ik mooi mijn witte en mijn zwarte stukken erin kwijt. En dan heb ik een vette schaakset. Mijn schaakset. Dus ik heb een bord gemaakt, mijn schaakstukken en nog een doos om alles in op te bergen. Ik vind het een super vet project. Ik ben er wel tegen een paar dingen aangelopen. Ik moest eerst kijken van ja, hoe ga ik dat bord überhaupt maken? Ga ik het geheel graveren of ga ik het zoals ik het nu heb gedaan alles juist in losse stukken zodat je een soort van inlay hebt. Ik ben heel blij met de keuze. Het was even uitvogelen hoe ik dan en moest graveren en uitsnijden. Maar het is gelukt zoals je ziet. En nou ja, de stukken heb ik heel makkelijk kunnen 3D printen. En ook het doosje kan je ook gewoon via internet heb ik die gevonden en uit kunnen snijden. Alles bij elkaar hebben we een prachtige schaakset. Bedankt voor het kijken en laat me ook vooral even weten wat je van het eindresultaat vindt. Vond je het nou een leuke video? Klik dan op het duimpje. En als je een comment achterlaat, maak je ook nog eens kans om deze hele schaakset te winnen. Wil je nou zelf ook iets komen maken in de maakplaats? Dat kan. Ga naar onze website voor de openingstijden en om je aan te melden voor de maakplaats community. Tot de volgende! Joe!